Blindness creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Welkom in Vegas. Ik zou even het licht aan doen. Wow. Jezus. Kijk hier, een koor heb je daar. De pools. Wow, kijk hier dan. Hier, kippenvel. What? My bones crave your temptation within. Mistakes ignite the silence. Now, blindness creep while you and me repeat this bittersweet heat. Linda in Afke. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart. Het is dag 2 in Las Vegas en dag 9 van de vakantie. En ik ben een beetje brak. Het is super duur hier in het hotel, dus we moeten nu echt weer op pad om ontbijt te gaan zoeken. Let's go! Niet als ze het nog niet hebben gezegd. Klaag me maar aan. Hij heeft niks gezegd. Nou, dit is wel heel vet. Leuk hè, mannen? Heerlijk. Leuk met jullie shoppen. Ik denk dat je shirt het al zegt. Ready to party. Party nummer 3. Omnia. Omnia. Hallo, Vegas dag 4. En zo voel ik me ook alsof ik al 4 dagen in Vegas ben. Ik ben echt super brak. Maar wat was dat een dikke discotheek. Een paar mensen die er waren, waren ook erg dik. En dat was een beetje in mijn nadeel. Want eentje die heeft echt een mega jump gemaakt op mijn voet. En ik had dus slippertjes aan. En echt vol.
op mijn voet. Het is echt super veel pijn, zo'n plek zit erop. Maar goed, mijn ogen irriteren echt super van de zonnebrand. Oh ja, en hier op straat vloggen is echt super moeilijk. Mensen vinden het echt super raar. Schijf, we zijn in Vegas, moet wel kunnen. Hey, zit je lekker met je zonnebril op? Hing over part 4. Vruchten en groensap. Oh, de chocola. Nee, ik laat het gewoon zitten. Oh ja. Ja, niet de chocola, maar het stukje film. Ik zei, ik wil een van de beste clubs waar ik ooit geweest ben. Ja, ik denk ook wel. Muziek is ook heel vet. Hele goede akoestiek. Toch wel een beetje, toch wel vervelend op de hele van de manier. Oh, de DJ, ja. Die was in het begin heel goed. Ja. En toen na een paar uurtjes, toen begon ik het wel een beetje gehad te hebben. En toen tegelijkertijd met dat ik het gehad had, ging die Amerikaan op mijn hoofd, Toen tegelijkertijd dat ik het een beetje gehad had. En toen zijn we nog even naar een stripclub geweest. En dat zou ik niemand aanraden, want het was echt heel gaar. Nee, ze kon niet dansen. Ze zagen er niet uit. Super veel entree. Super duur. $45 om binnen te komen per persoon. En je krijgt er helemaal niks voor. Nope. So let me catch you. So let me catch you slipping by. Oh my god. Heb je wat gewonnen? 0,2 cent. 80 cent gewonnen. Yeah. Oké, die is nice verslaafd. Ze zit hier al de hele dag. Er zijn al honderden euro's doorheen. En ze houdt maar niet op. Oh schat, je bent al 6 uur bezig nu. Moet je niet een keer stoppen. Hoe wordt dit? Ja, oké. Ze heeft net de 80 cent ingewisseld. Dit is de tweede gokbeurt. Ja, je vindt het wel leuk, hè? Game over? Meen je niet. Meen je niet. Dat gaat wel heel snel. Die doen we niet meer, hoor. Cash out. Oké. Oh, ik heb nog maar 30 cent. Weer 50 verloren. Bart. Succes met je eerste gokje. Ik ben benieuwd, 30 cent heb ik hier gegooid. Oh, is die pas high? Ik hoop dat het goed gaat. Wow, ik zie je te filmen, komt er een vette onweer achter je. Ja. Laatste dagje in Vegas. Oh no! Lekker. Ik vind het lekker. Hallo, goedemorgen. Wat de nacht was dat. En nu moet ik mijn koffer inpakken. Hangover part 4. Ik zal mijn tas inpakken.
See you later. Goodbye. Ray, ik doe je riem om. Het is ja, niet veilig. Ja, het doet niet. Hij heeft hij echt op. Oh, man, dat was echt heel erg. Die gast zei op een gegeven moment, wij zijn je vrienden. Ik zei, weet ik veel. Oh. Ik noem ze recht uit feest. Eng over portier. Jij zei op een gegeven moment, mag hier, kom dan terug, zei je. Ik zei, we zijn er met 10 minuten. Oh, man. Met een half uur. Gaat goed, hè, met je riem? Ja, maar ik... Oh ja, ik heb... Denk ik. Tering! Hallo! Tering! Wat is het gedaan, hoor? Nou, ik laat het, hoor. Nee. Ik laat het, hoor. Fuck it.